Na ruim 40 jaar staat er eindelijk weer eens een circus op het Zaailand in Leeuwarden. Tijdens de kerstvakantie verzorgen Sander en Friends hier vrolijke voorstellingen voor het hele gezin. De afgelopen jaren stond het circus aan de voet van de Oldehove, maar speciaal voor het eerste Lustrum werd de tent opgebouwd in de huiskamer van Fryslân. Vorig jaar rond deze tijd was het hier een dolle boel op het Zaailand, want toen was hier Serious Request. Dit jaar leek het plein een beetje saai en leeg te blijven. Maar gelukkig hebben we dit jaar tijdens de kerstvakantie midden op het Willemineplein Circus Sander en Friends. Ja, een hele eer is dat. 30 jaar geleden was hier het laatste circus, meer dan 81 was dat, Circus Holiday. Daarna kon er geen circus hier meer staan, natuurlijk vanwege de veranking en zo van een grote circus tent. En ja, dat wilde de gemeente ook eigenlijk niet meer hebben. Nou ja, na 3 jaar bij de Oldehove te hebben gestaan, wat ook een heel mooi plekje was, mogen we hier terugkomen. En het is heel bijzonder dat het circus terugkomt. Ja. Bij de Oldehove was het altijd een mooi gezicht, maar ik liep hier gisteravond even langs met alle lichtjes. Dat ziet er prachtig uit. Ja, het is gewoon heel mooi plaatje. De ondernemers hebben hier allemaal, ook in de bomen, allemaal lampjes gedaan. En dat geeft gewoon een heel mooi plaatje, heel sfeervol beeld. En het is ook heel grappig dat wij hier opkomen rijden met onze wagens en iedereen is druk op stappen en zo. Het circus rijdt gewoon binnen en bouwt gewoon op. En dat is gewoon zoals het hoort in de stad. We zijn de gemeente ook heel dankbaar daarvoor. Ja. Jullie zijn hier tijdens de kerstvakantie met wat voor voorstelling? Zoals altijd een feestelijke familievoorstelling voor alle leeftijden. Dit jaar is wel bijzonder, het is onze 5e editie, dus een beetje jubileum, extra feestelijk. We hebben artiesten uit verschillende continenten, uit 3 continenten in totaal. We hebben uit Argentinië een folkloristisch act met percussie en dergelijke. En zij doen ook met een kruisboog gaan schieten. Dat hebben we speciaal gedaan een beetje voor de oudere kinderen. Die al heel lang bij ons komen. Dus je kan niet te oud zijn voor het circus nu. En de jongens, weet je wel, van 12 jaar, de circus die komt. Maar dit vinden ze wel heel erg cool, weet ik zeker. Het is heel spectaculair. En we hebben dan nog Scott, de jongleur van Holland's Got Talent. Die moeten de jongeren wel kennen, lijkt mij. Die kennen ze van televisie, zeker weet ik. De mensen kennen je ongetwijfeld van Holland's Got Talent. Daar waren ze lyrisch over jou. En niet onterecht lijkt me als we jou zo bezig zien met die stuiterballen. Doe je dit te lang? Nee, ik ben eigenlijk hiermee pas begonnen in februari. Dus dat is nu een klein jaartje. Ja. Dus zo snel heb je het al onder de knie gekregen? Ja, ik denk dat het een bepaalde aanleg is of zo die ik heb. Ik weet niet. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus dat houdt je ook wel gedreven en... zorgt ervoor dat je de motivatie een stukje hoger ligt. Ja. En hoe vaak moet je daarvoor oefenen, wekelijks? Elke dag. Ik ben hier elke dag wel ongeveer tussen de 1 en 2 uur mee bezig. Alleen zo kan ik steeds hoger komen. Ja. Nou ja, je hebt meegedaan aan Holland's Got Talent. Dat heeft geen windeieren gelegd, want nou sta je in één keer in de circus bij Sander en Friends. Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Nou... Uiteraard na Holland's Got Talent waren er een aantal kerstcircussen die mij wilden voor in hun programma. Maar ja, ik vond dit eigenlijk wel een hele mooie locatie. We staan op een mooie plein in Leeuwarden. Het is een mooie piste, het ziet er allemaal goed uit. Dus ik denk van nou, waarom niet naar kerstcircus Sander en Friends? Heel trots zijn we op de komst van 4 Ethiopische artiesten. Deze jonge mensen zijn opgeleid in Ethiopië door Sosina. Sosina is aan een circusschool gestart om kansarme jongeren een goede toekomst te bieden. Nou, net in Australië zijn ze geweest, zijn hierna 2 jaar in Amerika en tussendoor zijn ze even in Leeuwarden bij het kleinste circus van Nederland. En dat is heel bijzonder, daar zijn we heel trots op. Nou ja, die zijn heel lenig, doen acrobatiek, een balanceeract op een Rola Bola, 2 meter hoog is dat. En nou, een act van jou zelf mag natuurlijk ook niet ontbreken. Clown Sander zal er ook weer bij zijn, lijkt mij. Ja, uiteraard, samen met de buikspreekpop. Het thema is Magic Christmas, dus veel magie in de voorstelling. En Charlie, mijn vogel, die veel kinderen kennen, die gaat dit jaar ook toveren. Ik hoop dat dat lukt, ik ben benieuwd, je weet hoe het gaat met die beesten. Ja, en de ene zijn er natuurlijk bij, de slangen zullen optreden. Dat zijn de vaste dingen die erbij zijn. Want ondanks dat we heel veel geweld qua programma hebben, een groot programma voor zo'n klein circus, behouden we altijd die intimiteit die de mensen van ons kennen. Het is gewoon ook, we vieren kerst niet bij het circus, maar we gaan naar Sander toe. Ik heb het circus, de liefde voor het circus overgenomen van mijn vader. Hij is een groot circusliefhebber. Hij had vroeger de lectuurhal hier over de kelders. Maar zijn hobby was altijd het circus. En ik ging altijd met hem mee. Toen ik 3 was, ook in 1981, ben ik naar mijn eerste circusvoorstelling gegaan. En Ik ben een druk mannetje, maar die uren en dagen daarna was ik nog steeds helemaal in de betovering van het circus. En ja, dat is zover doorgedraaid dat ik een eigen circus ben gestart. Met behulp van heel veel mensen die enthousiast meehelpen. En nu ook loopt er 15 man rond, de helft is gewoon vrienden die helpen. En ja, hij heeft hier zijn eerste circus gezien toen hij jong was. En niet eens een voorstelling, alleen maar de dieren. En dat heeft zo'n indruk op hem gemaakt. En dat wij dan, zijn zoon, hier in één keer mag staan, ja, dat is voor hem heel bijzonder. Ja. Wanneer zijn de voorstellingen? 24 december tot en met 28 december staan we hier 2 voorstellingen per dag. 24 december om 12 uur en om 14:30 en de andere dagen om 1 uur en om 16:30. Alleen de laatste dag dan alleen maar om 1 uur. Maar houd het een beetje in de gaten, want er kan er wat bij komen. Maar kaartverkoop kan het beste van tevoren via onze website familievoorstelling.nl. Want daar zijn ze het goedkoopste, slechts €10,50. En dan heb je zeker de kaarten, want de helft is al verkocht. En vorig jaar waren alle voorstellingen eigenlijk uitverkocht.